koning van Uluwapu. En hij ik ga even hier staan. Betrokken... Ja, en hij was betrokken bij de overval hier in Sandy. Ik heb even de boetes opgezocht hier op de computer. In het vliegtuig, alleen hij was te laat. En blijkbaar heeft hij nog meer dan 40.000 euro aan boetes openstaan die hij momenteel direct moet betalen. Ja, hij heeft beseft, hij heeft net verklaard dat hij zijn minister van Financiën opbelt om eventueel wat zakken geld te komen brengen. Kleine ernstige zoek. Maar we zijn verder nog wel bezig met het onderzoek betreft de overval waar hij bij betrokken was. Hij kent ook een aantal personen die daar bij aanwezig waren, maar hij wil alleen geen namen geven. Wat vliegtuig gaat het? Stelt als een strafvermindering. Een klein 4% vliegtuigje. Rood met wit. Rood met een klein 4%. Maar oké. Oh shit, shit. Dat was best pijnlijk. Niet schelden in het portokanaal, alstublieft. Dank u wel. Excuus. Heel chagrijnig, alsjeblieft. Ja, dan. Dankjewel. Maar, ja, hier de 1021 voor overige eenheden. Ik heb een vraagje. Zou een van de overige collega's misschien het politiebureau in Sandy Shores op een afstand in de gaten kunnen houden? Want ik heb ergens een vermoeden dat er zometeen een grote groep mensen deze kant op komt. Want ik heb hier de koning van Uluwapu en die beweert de minister van Financiën gaat bellen. En hij heeft nog 45.000 euro aan openstaande boetes openstaan. Dat was dubbel op. Maar ik heb ergens een vermoeden dat hij nu niet zijn minister van Financiën belt. Maar de hele vijvergang optrommelt. Bijna klaar hoor. Ja, ik ga me dus, wel even dus ik wil even dat er ergens een collega een stukje verderop zich schuil houdt. Zodat we weten wat ons te wachten staat. Ja, ik ga me omkleden naar Burg en even nog een keer uit. Ja, even undercover ergens achter een boom verstoppen of zo. Dus dan gaan we maar even de OVJ bellen, denk ik. Met spoed. Ja. Deze team. Dat we meneer zo snel mogelijk kunnen gaan vervoeren. Ik denk dat we naar de stad moeten brengen. Niemand aangetroffen op Deel Santos internet. Oh, wat een daar. Dan moeten we gaan vragen wie er allemaal een vliegtuig in de server heeft. En dat duurt al meerdere dagen. Hoezo? Ik snap hem, sorry. Kun je toch naast kijken wie het vliegtuig is, wie de eigenaar is. Rondleggen, wij ziet dat wel meer. Ik alleen weet niet hoe dat precies zit, ik weet niet of je op afstand kan zien van wie die is. Omdat het is niet allemaal een politiebureau van Sandy, hoor. Dus zeg het maar jongens, wat denken jullie? Ik denk dat we deze meneer nu naar het politiebureau in de stad moeten gaan vervoeren. Omdat hij waarschijnlijk nu zijn hulptroepen opbelt voor deze locatie. Oké, collega's, check Twitter, Friede King. Ik verwacht dadelijk actie. We gaan hem meenemen, jongens. Oké, Daisy. Ja, ik ben klaar. Goeiedag, je mag je telefoon ophangen. Hang maar op. Ja. We gaan nu meenemen. Ja. Oké, we gaan even snel voertuig pakken, gasten. En dan gaan we zo snel mogelijk vervoeren. Stefan, rijden. Rijden. Gaan we richting de stad of gaan we richting een andere plek? Ja, positief. Ga rijden. Transport rijdt. Ik ga voor je rijden. Motor rijdt omhoog. We gaan rechtsaf, door gele gaan rechtsaf. Motor beukt mij, heel knap. We gaan even wat harder rijden, rond de 110. Motor gaat nog steeds achter jullie aan. Rond de 110. Motorrijder stil. Motorrijder haalt mij in. Gaan linksaf, richting het vliegveld. Als de Touran... De motor moet wel afstand gaan houden nu. Ja, de motor heeft mij net ook al gebeukt. Wat ik heel knap vind voor mijn motor. Als we snelweg op gaan, gaan we met sirenes prio 1. We hebben toestemming van de officier om hoge snelheid te gebruiken. Oké, ja, ook maar gewoon max, hè, tot 50 km/u. Proberen nu tijd te winnen door langzaam te rijden. En als het 70 km/u harder is, moet je toestemming vragen, toch? Ja, die toestemming hebben we. Dat is mijn eigen risico. Maar welke OV? Nou, maar als iemand gewoon als OVJ af en toe, of zeg maar als meldkamer terugreageert, maakt het mij niet uit wie het doet, maar het is wel leuk als dat we dat een beetje. Oké, transport, we gaan hoge snelheid. We doen dat we rechtsaf gaan, maar we nemen links de afslag. Begrepen, Touran, voorop? We pakken de linker. Haal recht over. Oké, begrepen. We pakken de linker snelweg. Mogelijk dat ze snel afblokken, Vito? Beter omrijden. Ja, daarom gaan we over links. Ze verwachten dat we over rechts gaan, kortste route, maar niet negeren. We gaan over links. We gaan op het laatste moment om. Ja?
toer aan rijden. Okay. Laatste moment om. Ja, ga maar om, ga maar om, ga maar om. Kom maar. Vito? Oké, snelheid verhogen. Snelheid verhogen. Vito ertussen. Oké, snelheid verhogen. Ga maar door. Oké, ga maar harder hoor, anders haak je in. Dat bedoel ik niet. Gewoon blijven rijden. Dit gaat anders even iets te... Die motor die blijft erachter, dus. 1090 sluit aan bij de volgende splits. Want de eerste auto is gewoon snelheid verhogen. 150 km puur voor hoge snelheid. We hebben toestemming voor 100... We hebben toestemming voor 180. Ik pak die motor. Motorweg, dat is het liefst nu gaan afkloppen. Je NPC's gaan voor mij gewoon aan de kant, kijk dan. Ja, dat komt, ja, omdat, jij, komt omdat die Vito anders is. Als je zeg maar S3 gebruikt op de Vito gaan NPC's. Dat zo hoort eigenlijk altijd. Motor staande? Is motor staande? Motor staande. Oké, super, hoge snelheid. Gas nu erbij. Gezien. Nee, wegens de dreiging. Ik ga ervoor, ik kom voor je langs. We hebben speciale maatregelen genomen. Er moet persoon. Stefan, ik kom langs je. Oké, Roger. Nee, de VIP kun je voor als eerste auto houden. En jij achter. Hoe hard wil jij rijden, Stefan? Oh, what the fuck? Ja, die gaat voor mij aan de kant, daar moet je voor opletten. Blijf links rijden, blijf links rijden. Alle auto's gaan naar rechts toe. Hoe rijden jullie nu? Drie paar? Ja, ik uit, die auto's gaan allemaal naar rechts van mij. Of toch niet? Jezus. Mijn voertuig opent en sluit steeds, dat is fucking irritant, hè. Ja, heb ik ook. Ja, maar rijden jullie niet met in een koppel van twee? Oké, nou moet ik even weten wat we gaan doen. We gaan rechtsaf. Rechtsaf. Oké, maar rijden jullie niet in een koppel van twee auto's? We rijden met drie auto's. Weer rechtsaf. Okay, we hebben toestemming om de snelweg te overkruisen. Wat het spoedtransport is. Maar gewoon hier de afslag. Hier de afslag. Eigenlijk was het echt. Ik doe mijn sirene uit. Het was echt bullshit hoor, trouwens, maar. Ik zag de route niet helemaal. Mijn sirene is al 6 aan, wat de fuck is dit? Rij je met controller nu? Ja, ik heb hem nu uitstaan. Oké, afslag. Afslag naar rechts. Yes. Doe even iedereen geluidssignalen uit, en anders horen ze op een grote afstand al aankomen. Oké, motor had niks ernstigs of zo, dus ik heb hem... Is er iemand op het HB? Negatief. Rechtsaf. Oké, we moeten even iemand op het HB hebben, want anders weten we niet of daar iemand op staat op. Als jullie nog een extra rondje gaan rijden, dan ga ik wel tempo... Oké, dan gaan wij... De motor is ook weer door. Gaan wij links... Laat het dan maar gewoon links gaan. Ik val helemaal door de man. Oké, blauw uit. Blauw uit. Oké, even wachten. We kunnen hier vanaf de brug naar beneden kijken. Je wilt ook niet stilstaan met een transport. Dat is het enige wat je niet moet doen, stilstaan. Gaan we via links. We gaan via links. Begrepen, we gaan via links. Oké, ja, rijden we door. Ik ga op dit moment... Als de Vito hier kan blijven staan... Ik moet ook blijven rijden. Rij maar rustig. Rij maar langs het hek. Kijk maar of er iemand is. Ja, kom maar binnen. Oké, veilig? Ja, positief. Godverdomme, volgekruist. 93, 84, eenmaal staande houding. Heeft hij nog extra hulp nodig? Want in ieder geval de persoon waar wij achteraan zaten, die is uitgelogd hier in de bosjes. De positie waar u bent zou best wel eens de verdachte kunnen zijn waar wij net achteraan zaten in de sportwagen. Doe dat ook in die omgeving. Hebben jullie een naam van die man? Negatief. Ik kan wel even kijken of ik zijn uiterlijk herken. Kom naar je toe. Ja, ik ben bij de tankstation LTD op de hoek bij de motordealer. Of motorclub. Ja, dat is ontvangen. We komen die kant. Ik moet even zijn stem horen, dat weet ik genoeg. Ja, het is een beetje een kleine jongen / vrouwenstem. Oké, ik ga meneer aanhouden, hij rijdt in een gestolen voertuig.
Dat zou precies die auto kunnen zijn die voor ons neus is gejat. Ik ga even checken. Meneer, u mag even tegen mijn auto aan gaan staan. Ja, dat is die auto. Ik zie hier nog een persoon in een voertuig achter mij, over. Kan je even checken, 10-14? Dat is vernomen, over. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Wat bent u hier aan het doen? Ik sta hier te wachten. En met deze persoon naast u hier? Nou, daar weet ik niks. En dan weet ik, meneer. U weet daar niks vanaf? Nou, ik weet daar niks vanaf. Goed, dan mag u eventjes uit de auto stappen. Mag u even identificeren, alstublieft. Wat moet ik doen, meneer? Even uitstappen en uzelf identificeren. Hij peert hem. Weigeren tonen identificatie, over. Je weet nog wat voor voertuig het was? Een zwarte sportwagen, over. Hij rijdt voor je. Visueel contact. Ik ben visueel kwijt. Jongens, volgens mij staat de auto hier bij mij, onder die afdakjes waar we net langs reden. Dat is vernomen, over. Voertuig aangetroffen. Zit erachter. Ik ga hem stopteken geven, hij gaat er vandoor. Ja, daar gaat hij weer, dat is hem. Linksaf. Toestemming om te pitten wanneer de kans er is. Psst. 9384 vraagt toestemming om een pit. Toestemming toegestaan. Let wel op of het een gevaarlijke situatie is betreft omstanders. Deze man wordt gezocht wegens heel veel verkeersovertredingen. Psst.
Let op uw eigen veiligheid, 200 plus in de stad. Ik ga er omheen. Ik rij om. Hij heeft blokkenpark verloren. Wat zeg je nou? Blokkenpark. Nee, van mij. Niet bij blokkenpark, maar rijdt hij die kant op, ik ben hem kwijt. Heb je mijn beeld of niet? Ik niet hoor. Heb je mijn beeld? Ja, wij zien jullie hem. Ik ben hem echt kwijt. Ik benader de... Voertuig. Oh shit, daar rijdt hier alleen een auto weg! Oké, hij is hier. Als hij had blijven staan, was ik er gewoon langs gereden. Linksaf, over. Op, over de stoep heen. Over. Waterfontein omver. Gaat rechtsaf. Power Street. Wederom rechts. Richting Blokkenpark. Linksaf bij Blokkenpark. Rechtdoor. Hopelijk gaat hij even de snelweg om, dan wordt het makkelijker voor ons. Negatief, hij gaat terug richting Blokkenpark. Hij is hier linksaf, richting de brug weer. Ik moet even straks een leuke straat hebben, dan gaat ik gooi weg van spijkermatten neer. Crash. Mislukte pit. Pit. Auto achter voren. Assistentie. Hij gaat weer vandoor richting Blokkenpark. Hij spande niet naar voren. Hij komt terug richting Blokkenpark. Staat op de brug. Staat nu op de brug. Handen omhoog! Bij elke verkeerde beweging wordt er geschoten, is dat begrepen? Dat is begrepen, meneer. Oké. Collega, let op de vuurlijn. Ik ga hem boeien. Ik blijf heel mooi staan, meneer. Hemel, kom naar mij toe, dan kan ik nog... Kom staan naar mij toe, kan ik beginnen! Wat zegt u allemaal? Kom snel naar mij toe, wat? Pas op! Even zien. Ja, laat maar meneer. 10-14, Stevens doodgereden. Ja, ik ook. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Tering MP's. Was dit voor gare vehicle dead met jou, hè? Zijn er nog meer collega's down hier wegens? Ja, positief. Oké. 1984. Hey, what the fuck was dat dan? 1014, Steve A heeft zijn telefoon, dus even buiten bereikbaar. Ja, klopt. Er zat ook een speler bij, ik moet even weten wie dat was. Hallo? Ik zit een beetje door de map.
Voertuig rijdt weer rond. Kijk even wat het nummer is, jongens. Als ik een nummer heb, dan krijgt hij een kick. Hij staat daar in die straat, achter de ambulance. Hij is down over. Zo neer. Voertuig geschoten. 10-14 Steve A, weer dood. Oké, zijn nummer is 84, over. Dat is begrepen. Dit was oprecht voor jou echt de domste keuze die je kon maken. Heb je hem gestolen? Ja, nee, ik weet dat het voertuig van jou is. Maar hij had hem gestolen. De motorrijder gaat er vandoor. Jo, dankjewel. Ik verplaats even het voertuig over. Oké. Okay. Ze komen even hier. Maar die depot of zo, die is nu weer weggegaan. Die krijgt van mij straks een perma-ban voor Express Video. Ja, twee keer ook, hè. Ja. Yep.